Hoogerlandse weg. Dat is het niet. Je hebt hier toch alleen maar boeren. Weer op de weg staan. Hij gaat gewoon midden op de weg staan. Weet je dit? Ik niet. Weet je dit? Ik niet. Goeie richting. Nou, zo ziet, dames en heren, kom hier weer een hopelijk een leuke uitzending uit Numansdorp. Dan zijn we hier ook weer bij een Feyenoord adres. Ik heb zo gehoord ook dat we de Rangers hebben geloopt. Dus dat kan nog wel wat worden in Schotland. Ik ga het hier even aanbellen en kijken wat het gaat worden hier. Ik hoop dat het een leuke uitzending wordt in ieder geval. Dat hoop ik wel. Kijken wie er open doet. De bel doet het. Hey, goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Hey, ik ben Piet. Kees Verent. Hey. En dat is Tim, de cameraman. Hoi. Ik heb gehoord, ja, ik zie het al, je bent een fijn supporter. Ja, natuurlijk. Hart en nieren. Ja. En waar is het museum van je? Ja, boven, hè. Dus ja, wij kunnen jou volgen. Ja hoor, okay, kom mee. Nou, laat hem maar eens even zien dan. Ik heb hier een lichtje. Oh. Ja, natuurlijk. Nou, gaan we eens even kijken hoor. Kijken of dat weer een interessante aflevering kan worden. Hey. Nou, zoals je ziet, de computer die staat ook al aan. Ja. Dan zie je Leonardo. Tuurlijk, dat is mijn favoriet. Ja, wie is je favoriet? Leonardo. Ja, we hebben er één of twee. Ja, Leonardo 1 natuurlijk. Leonardo 1. Ja. Nou, enkel het gaat niet zo goed, hè? Nee, dat is jammer. Ja, schorsing en zo, hè? Ja, ja, maar ik kom weer terug. En ja, ik zie daar nog wat van Ono. Wat vind je van Ono? Ja, dat is natuurlijk wel een goede voetballer. Maar ik denk wel dat hij ver kan komen, denk ik. Ja, en ik zie daar het woord kampioen. Wat denk je? Ja, dat is over dit seizoen. Ja? Ja. Maken we een goede kans? Ja, tuurlijk. Ja? Dat we op de goal singelen. Ben je al lang fijn supporter? Ja. Ik ga sinds mijn zevende al naar de Kuip, dus. Ja? Ja. Had ik altijd een seizoenkaart? Ja, toen met mijn zevende nog niet. Nee, maar nee. Daarna wel. Oh. Ieder jaar, dus. Ga je ook altijd naar trainen kijken of zo? Ja, op mijn vrije dagen meestal wel. Ja. Dus. Ja. Je zit natuurlijk ook nog op school. Ja, dat is... Maar ik heb 4 dagen les en een dag vrij, dus. Ja. Dat is mooi. Ja. Nou, je hebt wel leuke dingen hangen. Ja. Maar wat vind je van Feyenoord nou momenteel? Nou, het gaat goed. En in de Cup 3 gaat het ook wel goed eigenlijk. Ja, in de Amstel Cup vanavond natuurlijk. Ja. Maar ja, dat heeft zijn de borst. Dat moet natuurlijk een makkie zijn. Wat ik vraag, maar heb je ook nog boeken of zo? Of, ja, daar, op de boekenplank. Op de boekenplank, maar heb je ook nog andere boeken van Feyenoord? Ja, hier plakboeken. Plakboek allemaal. En laat maar eens even wat zien van je. Ja, ik zou even dit seizoen pakken. Ik heb gisteren nog bijgeplakt. Kijk, laatste wedstrijd. Hou je dat allemaal bij je uit de krant? Ja. Niet zo vlug. Kijk, en hier tegen Heerenveen. Ja. Nou, en hier natuurlijk van Hoornhoek met zijn 250. Ja, moet je hem even zo... dat is een mooie foto, hè? Ja, dat was natuurlijk het moment, hè? Ja, hè? Ja. Ja, hij wist het zelf niet, altijd gelezen, hè? Ja. Ik geloof dat op de WC had zitten maken, dus. Ja. Heb je nog meer? Ja. Nou, laat maar eens even wat zien van je, hè? Even kijken. Want we zijn hier niet iedere dag. Nee. Hier toen met Kroes. Misschien komt hij wel weer terug. Dus. Ja, wat vind je als Kroes terugkomt?
Ja, dat mag voor mij eigenlijk wel. En even kijken, welke hier nog meer. Hier, toen met Sanchez. Ja. Dat was natuurlijk ook wel een hele goede voetballer. Maar het is jammer dat hij natuurlijk weg is. Ja. Dat was natuurlijk een hele goede. Ja. Dan heb ik hier nog Larsson. Dat was ook altijd mijn favoriet, maar dat kan je wel zien daar aan de posters. Ja, Larsson. Ja. Allemaal maar zien, joh. Ja, even kijken. Hier. Kijk, met zijn haar. Zo naar achteren. Ja, ja, leuk. Dat zijn de momenten. En wat anders nog? Ja, kijk, hier had je Blinken. Ja. En de Roei. En de Roei. En even kijken. Tament. Vond ik een goede voetballer. Ja, ik ook. Hier is John de Wolf. Ja. Strijd en Rob Maas. Rob Maas. Ja, dat is alweer enkele jaren geleden allemaal. En Clausio. Ja, die zit in Spanje, hè? Ja. Leuk dat je dat allemaal bijhoudt en zo. Slijk bijplakken, hè? Noem je dat? Ja. Nou, laat maar eens zien van je handen. Ja, ik ook. En ik kan enkel maar zeggen. Afsluiten beneden dadelijk. Afsluiten. Ja, oké, stop. Hoe kom je aan die actiefoto's dan? Hè? Van Piet Bouts. Ja, hij van de kalenders afhaalt. Oh, ja. Heb je Koos gekregen of niet? Ja, van wat je ook weer. Ja, Koos heet die. Wilt u suiker en melk in de koffie? Alleen suiker alsjeblieft. Die mag natuurlijk ook niet ontbreken, dat is belangrijk. Ja, ik vind hem wel goed, hè. En dan heb je hier nog de sleutelhanger. Heb ik daar veel van. Ja. Ga je ook naar uitwedstrijden filmen? Nee. Thuiswedstrijden ga ik altijd. Ja? Nou, dames en heren, u hebt het gezien hier allemaal, bij de familie Gent. In Niemansdorp. Nou, hey vriend. Hey, ja. Hartstikke bedankt. Ik vond het door een leuke kamer heb. Ja. En ik heb ervan genoten. Leuk. En ik zou zeggen, ga door met je hobby. Ja, tuurlijk. Veel meer verzamelen. Ja. Hartstikke leuk, joh. Oké. Hey, hartstikke bedankt. Ja. En wij gaan weer retour naar Rotterdam toe. Is goed. Hey, en succes, hè. Ja. En vanavond komt ook, goed. Hè. Ja, oké. En kampioen, hè. Ja, oké. Oké, hey, bedankt, hè. Doei. Dag.